De grote kerk werkt door haar ligging aan het water en door haar omvang als een magneet die alle blikken aantrekt. De toren stamt een oorsprong uit de 15e eeuw. De toren werd voltooid in 1626, toen wijzerplaten en uurwerk werden aangebracht op de plaats waar eigenlijk de spits had moeten komen. Zo had de toren eruit gezien, 108 meter hoog met spits, een soort Utrechtse dom. Maar tijdens de bouw bleek de toren dezelfde neigingen te hebben als de toren van Pisa. Hij staat maar liefst 2,25 meter uit het lood. Toen dit gebeurde, durfde men niet verder te bouwen en heeft de toren, nu 72 meter hoog, zijn kenmerkende stomp uiterlijk gekregen. Vroeg in de middeleeuwen stond hier al een kapel die later vergroot werd tot kruiskerk. Tijdens de grote stadsbrand van 1457 is zij grotendeels verwoest. Daarna is de kerk weer opgebouwd. Oorspronkelijk voor de katholieke eredienst en heette zij de Onze Lieve Vrouwenkerk. Toen de Calvinisten in 1572 de kerk in handen kregen, werd de naam van de kerk veranderd in Grote Kerk. Als we tegen de wijzers van de klok in om de kerk heen lopen, komen we eerst langs de Voorstraatshaven. De huizen aan de overkant zijn de achterkanten van de huizen aan de Voorstraat. Om de grootte van de kerk echt te beseffen, moet je de maat van de huidige bebouwing om de kerk heen verkleinen. In de 15e eeuw waren de huizen veel lager dan nu en torende de kerk als het ware uit de stad omhoog. Aan het eind van de Pottenkade zitten hoog in de steunberen ringen. Aan deze ringen werden zeilen bevestigd. Tijdens de regenbui konden de graanhandelaren dan gewoon doorwerken. Aan het interieur van de kerk merk je dat hier sprake is van een protestantse kerk in een voormalige katholieke kerk. De muziek die u nu hoort wordt gespeeld op het orgel van de grote kerk.